mensen mogen van alles van mij vinden, maar niet dat ik u niet juist heb geïnformeerd en dat ik geen tegen bestuurd ambtenaren, verzin het maar, allemaal aan de toekomst toekomen. Of dat ooit nog de krant haalt, dat weet ik niet. Maar zo kan ik in ieder geval bij 21 mensen hier met een opgeheven hoofd het pand verlaten. Een bijzondere avond in het gemeentehuis van Maurik, in de gemeente Buren. Dat klopt, een hele bijzondere avond. Een ingelaste raadsvergadering, wat ging over het functioneren tussen raad en college. Waarbij tussendoor is gekomen het ontslagaanbod van twee wethouders. Dus dat functioneren is dan ook eindig. En er zijn hier rakenwoorden gesproken vanavond. Ja, een van die raadsleden zei, het is hier een zooitje. Ja, dat is makkelijk gezegd. Ik denk dat de meeste bijdragen, als u die beluisterd heeft, zeer genuanceerd waren. Goed opgebouwde betogen, daar kun je het mee eens zijn of niet. Ik denk niet dat je met één quote kunt typeren hoe de bestuurlijke situatie in Buren is. En ik denk, ik heb niemand anders het ook horen zeggen op deze manier. Dus dat was eigenlijk onzin? Nee, dat zeg ik niet. Dat is een bewoording van één van de raadsleden. Maar nogmaals, wordt genuanceerd gesproken over het functioneren van een raad, een college over anderhalf jaar tijd. Met de argumenten erbij. En dat heb ik in meerderheid naar verhouding meer gehoord. Gaan geluiden op om Buren te herindelen. Met gemeente Neder-Betuwe, Buren en Culemborg, u bekend? De geluiden ken ik niet. En wat vindt u daarvan? Nou, we hebben gewoon een raadsbesluit waarbij Buren uitgaat van zelfstandigheid. En we hebben een hele grote uitdaging als het gaat om onze strategische opgave. Die hebben we ook vastgesteld. Hè. Dus het is heel verstandig geweest van deze gemeenteraad. Ook al eigenlijk met een jaar waren we daar wel uit met elkaar. Dus er gaan ook heel veel dingen goed. Financieel komen als het goed is met een goed afsluitende begroting. Dus dat, daar heb ik ook vertrouwen in. En ik hoop dat we over een paar maanden kunnen zeggen, de bestuurlijke rust is ook weer teruggekeerd. Want daar hebben we natuurlijk wel behoefte aan. Meneer Van Alphen, u bent voorzitter van gemeentebelangen hier in de gemeente Buren. U heeft vandaag officieel de stekker uit deze coalitie getrokken. Nu moet u weer door. Maar met dit alles, wat gaat de inwoner van Buren er eigenlijk van merken dat er even geen coalitie is? Nou, wat mij betreft gaat de inwoner er niet al te veel van merken. Wij hebben ingezet op een snel proces om snel weer tot een nieuwe coalitie of in ieder geval een snelle duidelijkheid te komen voor de inwoners. Tot die tijd voelen wij ons gebonden aan het coalitieakkoord. Blijven gelukkig de wethouders voorlopig op hun post. En gaan we gewoon verder met de uitvoering daarvan. En zullen wij het vervolgtraject zo snel mogelijk insteken om weer tot een verder vervolg te komen. Ja. Maar goed, dat ze weg zijn, dat ging wel ergens over. Het beleid rond de komst van een nieuwe sporthal. Het leesbeleid, bibliotheek. Gaat dat nu dadelijk stil liggen? Gaat dat gevolgen krijgen, vertraging? Wat mij betreft zeer zeker niet, want volgens mij zijn dat discussies die we in de raad met elkaar voeren. Kijk, wethouders kunnen opstaan, kunnen hun ontslag nemen, maar de gemeenteraad blijft gewoon zitten. En juist die discussies over de sporthal en over leesstimulering, die gaan in de raad plaatsvinden. En die discussies die gaan wij ook graag met andere partijen aan. Ja. Nu is er vertrouwen weg tussen partijen, misschien ook wel met de bevolking. Dat wordt gezegd hier door een aantal mensen vanavond. Vertrouwen in de politiek geschaad. Is dat eigenlijk zo wat u betreft? Het is heel jammer wat er vandaag is gebeurd. Laten we dat vooropstellen. Het is een hele droevige dag. En dat is voor de gemeenteraad, dat is voor alle betrokkenen en dat is ook voor de inwoners. Want niemand zit hierop te wachten natuurlijk. Maar is het vertrouwen beschaamd? Ik denk van niet. Kijk, volgens mij heb je daar als fractie een verantwoordelijkheid in. Gemeentebelangen heeft dat ook. Kijk, onze stijl die gaat niet veranderen. Wij blijven ons best doen voor de inwoners. We hebben volgende week weer 3 kernbezoeken in de kern staan. Die week erop hebben we 3 kernbezoeken. We blijven met de inwoners in gesprek gaan. Wij gaan gewoon door met de koers die we gevaren hebben. En we gaan gewoon door op de weg die we al bewandeld hebben. En dat is samen met de inwoners en altijd voor de inwoners. Maar nu zeggen de mensen hier die in de raad zitten, ja, het vertrouwen is wel geschaad. Want er zijn twee wethouders geweest die gewoon op hun eigen houtje dingen zijn gaan doen waar geen fiat van de raad voor was. Of zelfs geen fiat van het college. Ja, dat is toch wel schade aan de democratie, zou je zeggen. Volgens mij valt dat reuze mee. Volgens mij hebben de wethouders niet zo heel erg veel verkeerds gedaan. Daar blijf ik ook bij. Ik heb dat ook gezegd. Een paar dingen zijn onhandig geweest. Een aantal uitlatingen in de media zijn onhandig geweest. Maar volgens mij hebben de wethouders daarvoor hun excuses aangeboden. En voor de rest zie ik geen enkele basis waarop er niet verder gewerkt kan worden. Ziet u de basis hier ook al in de raad? Want u bent de grootste partij. Hè? Neemt u het initiatief voor een nieuwe coalitie? Heeft u al lopen knipogen vanavond naar een aantal collega's in de raad van andere fracties? Nou, mijn vriendin zat in de raadzaal. Daar heb ik af en toe wel een keer tussendoor naar geknipoogd. Want goed, dat is ook wel belangrijk.
Nee, ik heb nog niet gesproken met andere fracties en ik heb ook niet geknipoogd met andere fracties. Wat ons betreft is het nu heel belangrijk dat er een professioneel en een heel onafhankelijk iemand met alle partijen gaat praten over welke kant dat ze nu op willen. Dat zullen wij ook doen. Onze leden zullen we ook bevragen welke kant dat zij nu op willen. En dan zal daar ongetwijfeld een advies uitkomen en zo moeten we denk ik verder gaan. Professioneel formateur of informateur. Wat de VVD zegt, zet er gewoon een professioneel college neer, een zakencollege. Wat vindt u daarvan? Dat kan een van de uitkomsten zijn. Kijk, als een meerderheid van de gemeenteraad dat wil, ja, dan kunnen wij als gemeentebelang, als we het daar niet mee eens zouden zijn, hoog of laag springen. Maar goed, dan geldt de meerderheid van de raad. Het is iets wat wij zeker ook mee in overweging zullen nemen. En meer kan ik daar op dit moment niet over zeggen. Nu zeggen er ook raadsleden, tenminste, hè, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, die vat het heel kort samen. Het is een zootje in Buren. Dat is misschien al te cru uitgedrukt. Maar is Buren als gemeente wel krachtig genoeg om zelfstandig verder te gaan? Het woord gemeentelijke herindeling viel al. Nou, ik geloof zeker niet in gemeentelijke herindeling. Daar heb ik allerlei argumenten voor. Ik vind dat dan de afstand tussen inwoners en politiek veel te groot wordt. Ik vind ook niet dat schaalvergroting tot de voordelen leidt die sommigen doen voorspiegelen. Dus herindeling is wat ons betreft echt een stap te ver. En ik denk ook niet dat dit daar naartoe leidt. Het is jammer wat er is gebeurd. Ik ben er erg verdrietig over wat er is gebeurd. Maar op een gegeven moment is er geen voldoende basis meer voor samenwerking. En dan kun je ook niet meer met elkaar verder en moet je een andere samenwerking gaan zoeken. En ja, dat heeft wat mij betreft helemaal niets met herindeling of zelfstandig blijven te maken.